Hoofdstuk 1. Het belang van het persoonlijke in internationale betrekkingen. Ik begin met het persoonlijke ook in de internationale betrekkingen, het belang van het persoonlijke en het begrijpen van de beslissingen die wereldleiders nemen. Ik neem u even mee in een korte wandeling door de geschiedenis. Ik besteed aandacht aan de uitdagingen en de bedreigingen die ons op dit moment kwellen en waar we mee geconfronteerd worden. En ik zal besluiten met een aantal opmerkingen over de hoofdrolspelers op deze wereld op dit moment. Wat hun ambities zijn, wat ze doen en waarom ze het doen. Maar eerst maar eens even naar het persoonlijke. Als je wilt begrijpen waarom wereldleiders de beslissingen nemen die ze nemen. dan is het verstandig om in hun persoonlijke historie te duiken. In hun persoonlijk narratief, zoals het modewoord dat wil op dit moment. Laat ik u twee voorbeelden geven. De Duitse bondskanselier Angela Merkel, een vrouw die ik zeer bewonder. Denkt u even aan de grote stromen vluchtelingen die langs de Duitse autowegen liepen: tienduizenden vluchtelingen uit het Midden-Oosten, uit Syrië, Jemen en elders vandaan. U weet, u kent haar uitspraak die zij toen deed en waarover ze heftig bekritiseerd is: Wir schaffen das, wij regelen dat wel, wij kunnen dat wel aan. Kon ze, is mijn retorische vraag, want ik zal hem beantwoorden, kon ze op dat moment iets anders zeggen? En ga dan even terug naar de persoonlijke geschiedenis van Angela Merkel. Opgegroeid in het onvrije deel van Duitsland, in de Duitse Democratische Republiek, de DDR. Zij weet wat het betekent om vrij te zijn. Zij weet wat het betekent dat je niet kunt praten met wie je wil, dat je niet kunt zeggen wat je wil, dat je geen contacten kunt hebben met de mensen die je wil. Zij weet wat onvrijheid is. Zij leeft zich in in de mensen die daar langs die autobanen liepen. Kon zij op dat moment iets anders zeggen dan weer Saffendas? Ik denk het niet. En zij is dus getekend door haar verleden, zoals wij dat alle zijn. Alleen zij zitten daar aan de top van de piramide. George W. Bush, de 43ste president van de Verenigde Staten. Ik heb veel met hem van doen gehad in mijn NAVO-jaren tussen 2004 en 2009. Bush beschouwde zichzelf als, zoals hij dat noemde, a born-again Christian. Hij vond van zichzelf dat hij in zijn jongere jaren verkeerde dingen had gedaan. Hij had wiet gerookt, hij had te veel gedronken. I am now a reborn Christian. En mijn beleid zal gebaseerd zijn op christelijke waarden. Anekdote, toen ik hem een keer in zeer klein gezelschap vroeg. Mr. President George, wat was nou het belangrijkste element waarom jij in 2003 besloot Irak binnen te trekken? En we weten alle, dat is geen briljant succes geworden. Toen zei hij, Jaap. Ik wilde en wil ook in het Midden-Oosten, ook in die regio, dat mensen dezelfde waarden kunnen genieten die Amerikaanse staatsburgers genieten. Dat kan natuurlijk niet, dat weten u en ik. En zo werkt het ook niet, en zeker niet in die regio. Maar dat dreef hem. Derde en laatste voorbeeld: Vladimir Poetin. Wat is het absoluut definierende moment in de carrière van Vladimir Poetin? Dat komt in 1989. Dan valt de Berlijnse Muur. En waar zit Vladimir Poetin dan? Die zit in Dresden, in datzelfde onvrije deel van Duitsland, die Duitse Democratische Republiek. En in Dresden ziet een jonge Vladimir Poetin de Duitse massa's langs de straten lopen onder de kreet, we zien het volk, de muur is gevallen, wij zijn het volk, wij zijn vrij. Op dat moment stort de wereld van Vladimir Vladimirovich Poetin totaal in elkaar. Een KGB-officier, getraind in het communisme als een intelligence-officier. En zijn wereld stort in elkaar. Daarom is Vladimir Poetin. en dat kun je transponeren naar het heden. Daarom is Poetin zo'n enorm tegenstander van regime change. van verandering van regime. Daar houdt hij niet van, want hij heeft in 1989 gezien wat dat voor hem betekende. En wat dat uiteindelijk voor de Sovjet-Unie betekende. Want die bestond na enige jaren, zoals u weet, ook niet meer.